In Den Haag heb je een Edisonstraat. En in Delft heb je een Edisonplein. En hier loop ik nou in de Edisonstraat in Amsterdam. En er zullen wel meer straten, pleinen, stegen naar Edison vernoemd zijn. En als ik nou zo fiets door zo'n straat, dan denk ik altijd, zouden mensen nou weten wie Edison bijvoorbeeld Edison is? En ik denk dat ze wat betreft Edison één ding allemaal weten. Maar ze weten waarschijnlijk niet dat het veel meer is dan alleen dat ene ding. Nou, over dat soort dingen wil ik nou een serie televisieprogramma's maken. Ik wil laten zien dat een straatnaam vaak veel meer is dan alleen een naam of één dingetje. Achter een straatnaam zitten vaak hele werelden, hele levens en hele avonturen. Maar de eerste aflevering gaat dus over Edison. Wie is Edison? Ja, een uitvinder, dat weet ik wel. Van alles en nog wat. Hoe lang woont u al hier? Nou, een jaar of vijf. Dat is nieuwbouw hoor. Dat is nieuwbouw. Wat zijn jullie hier aan het doen? Hoe is het erbij? Dus wij doen een onderzoek naar Edison. Edison is er niet de ontdekker van de gloeilamp? Ja, gloeilamp geloof ik. Ontdekker van, ja, zwaar. Ja. De ontdekker van de gloeilamp. Hé, hey, de gloeilamp. Weet je, weet je door welk straatje je fietst? Ja. Welke dan? De Edisonstraat. Ja, en weet je waarnaar die genoemd is? Weet jij daarna? Oh mijn hemel. Naar de man van de telefoon? Of was het Bel? Dat was Bel. Ja. Weet je wat die? Nee, woon je hier? Nou, in de volgende straat. Hoe heet die? De Max Planckstraat. Weet je wat die deed? Ik weet dat het de man van het Max Planck Instituut was, maar... Nou, dat was wel. Edison is de man van de dus, van wat? Maar niet de telefoon. Goeiedam? Heel goed. Oh. Nu mag ik weer doorfietsen. Bedankt. Dank je wel. Dag. Meneer, mag ik u wat vragen? Edison, dat is dus die Amerikaanse uitvinder, hè? Ja, dat is goed. Ja. En wat heeft hij uitgevonden? Nou, een heleboel dingen. Maar voornaamst, ja... U weet veel meer dan? Nee, u weet het meest tot nu toe. Ik ben er zelf namelijk geweest. Bij Edison. In West Orange? Ja. Omdat hij was nog bevriend met die autohandelaar. Ford? Ja. Oh, u bent in het Ford Museum geweest? Nee, bij Edison in zijn laboratorium. Ja, maar er zijn er twee. Dat is de één in het Ford Museum en één in West Orange. U bent in het Ford Museum geweest? Ja. En hoe vond u dat? Dacht u toen stiekem aan de straat hier? Ja, natuurlijk. Want ik kijk er zo op. Wil je een banaan? Nee. Ach, ik weet niet of ze bananen per stuk verkopen. Ga ik eens vragen aan die meneer. Dag meneer. Goedendag. Ja, u staat wel gemeen te lachen. Zou ik ook voor mijn jongens een uitgehongerd vier bananen kunnen kopen van een beetje groot formaat? Dat is mogelijk, ja. Dan heb ik ook nog een vraag aan u. Ja, dat heb ik. Ja, moet horen. U staat hier vaak in deze straat? Ja, iedere week. Weet u nou hoe die straat heet? Ja. Ja, hoe dan? Dank u wel. Ja. Ja. Hoe heet die straat deze hier? Begin met de E. Edisonstraat. Ja, weet u wie Edison was? Ja, dat was de man van de lampen. Dank u wel, dat is heel goed. Geef me nou maar vier bananen. Vier beetje bananen? Grote, ja. Ja. Hoe is het met je? Heet die Bobby? Ja. Bobby, kom eens. Weet jij wie Bobby? Jij zat toch naast die pick-up? Of is het een ander hondje? Dat is een ander hondje. Leuk hondje. Is dat echt permanent? Nou, hoe oud is die? 10. Ga maar naar de baas. U bent hem kwijt. Weet u wie Edison was? Ik wel, ja. Ja, maar ik niet, daar vraag ik het u. Nou, wie was het? Nou, het vinden van de lift van lamp. Denkt u daar nou wel eens? Ja. Denkt u nou wel eens, ik woon toch maar in die straat van de man die de gloeilamp uitgevonden? Denkt u nou? Nee, denk ik nooit. Aan. Nee? Nee. Het lijkt me toch leuk? Dat heeft geen enkele zin, toch? Ja, maar heeft het leven zin? Ja, die Edison heeft van krantenjongen tot miljonair. Ik herinner me nog dat ik een boek over hem las, een jeugdboek. En volgens mij heette dat ook, was een Marabou pocket, als ik me niet vergis. Van krantenjongen tot miljonair. Ik kan me ook nog goed herinneren dat ik een speelfilm over heb gezien. Het was een voorbeeld voor je rijk worden, eerst arm zijn en een rijk worden. Het was een voorbeeld voor iedereen in de jaren 50. Toen had ik nog nooit echte beelden of echt geluid van hem gezien. Dat is nu al mogelijk. Op CD-ROM kun je echt gewoon zeggen, nou, ik wil Edison vanavond horen. En dan kun je dat horen. Ik zal een stukje laten horen van Edison aan het eind van zijn leven. Terwijl hij een openingsspeech houdt. Terwijl er een telegraaflijn wordt opengesteld van Amerika naar Europa. En dan hoor je ook, ondanks de slechtere geluidskwaliteit, dat Edison een beetje sliste. Een slissende man met een interessante witte kop. Do not count too heavily on your metal attainment.
They are necessary to success. But remember always, there is no substitute for hard work. Nou, dit is Edison met zijn beste vriend Ford. Dit is Ford hier. Die zit in een Ford, neem ik aan. En dan zie je hier Edison. En die zal ik zo stilzetten, zie je Edison Kloos. Hier. Kijk. Fantastisch, hè? Nou, mag hij verder? De oude Edison, hè? Vriendelijk gezicht. Er zit geen geluid bij en daarom maak ik geluid. En Edison stop. In 1889, Eastman and a research associate perfected a flexible film that was transparent. This film became the basis for Edison's invention of the motion picture camera and projector. Thanks to Edison's later addition of sound to motion pictures, George Eastman's voice was recorded at a dinner honoring the talking picture. I'm from Holland and we are interested in Edison. What do you know about him? There's a museum here, I know. Yeah, the Nauman Museum. Yeah? Yeah. Two streets down. It's two seats down. Yeah, we have an appointment there already. Oh, you're from the Milan police. I like to have that badge. Yeah. Can you give that to me? We that's our winter patch. We have a summer one just like that too. Oh, that's a winter patch. Ah, it's snow there, I see it. Yeah. Thank you. Enjoy your stay in yeah. Milan. Thank you, sir. All right. Bye. Jongens, daar staan we dan, hè? Opeens van een straat in Nederland sta je in Milan, Ohio. Een dorp met 1600 inwoners. En waarom ben ik in godsnaam in Milan, Ohio? Schattig pleintje, daar gaat het niet om. Monument uit de burgeroorlog. Prachtig raadhuis, hè? Ik sta hier omdat Thomas Alva Edison hier in 1846 geboren werd. Eigenlijk uit Canadese ouders, hoewel zijn voorouders, dat waren Amerikanen, die kwamen weer uit Engeland. Maar die hebben zich een beetje fout gedragen, zo omstreeks 1800, en zijn toen gevlucht naar Canada. In Canada is zijn vader, de vader van Thomas Alva Edison, de uitvinder, is daar een houthandel begonnen en is later naar Milan, Ohio gekomen. Het hout werd toen nog steeds in Canada in het meer gedonderd en kwam toen hierheen. Hoe kwam dat nou vanuit Lake Erie, wat zo'n 20 kilometer verder weg daar, hoe kwam dat nou hier? Ze hebben een kanaal gegraven van het meer naar hier. Dreef het hout hierheen. Thomas Alva Edison is opgevoed in het milieu van houthandelaar. Maar hij zat heel vroeg te denken, ik wil uitvinder worden. En dan denk je dat is een romantisch verhaal, maar het is echt zo. Vanaf zijn vierde, vijfde jaar wil hij uitvinder worden. En hij deelde heel vroeg een uitvinding, want hij begon op heel jonge leeftijd. Hier in dit plaatsje begon hij met een krantje. Dan denk je, een krant is toch een uitvinding? Jawel, want hij had een reproductiesysteem verzonnen, zodat hij 5-6 krantjes kon maken. En dat deelde hij dan rond. Maar een echte schrijver werd het toch niet. En dat komt ook omdat hij maar zo'n 5 jaar op de lagere school heeft gezeten en toen ging werken. En hij is gaan werken, niet vanuit hier, want zijn ouders zijn toen al verhuisd naar een plaatsje verder. Maar hij is gaan werken eerst bij de spoorwegen. Maar hier is het dus allemaal begonnen. Toen Edison zo'n, 14, 15 jaar oud was, toen brak de burgeroorlog uit. En de burgeroorlog, die heeft hij meegemaakt in deze regio hier. Meegemaakt is eigenlijk verkeerd gezegd, want de burgeroorlog heeft hier nauwelijks gewoed. Het enige wat Edison ervan gemerkt heeft, is dat gevangenen van de Confederaten werden door deze regio weer heen gevoerd en op een eiland daar in Lake Erie in de gevangenis gezet. En daar herinnert dit monument nog aan. Maar wat echt aan iemand herinnert waar wij op zoek zijn, dat zat daar. En eigenlijk moet ik zeggen, is het een beetje terug. Het monument is pas uit 1984, terwijl hij toch overleden is in 1931. Dus hij heeft eigenlijk hebben ze lang gewacht met een monument. Maar ik weet wel, een ander moment, dat was in 1946. Toen was het 100 jaar geleden dat Edison geboren werd. Toen besloot men hier op het postkantoor een speciale postzegel uit te brengen voor Edison. Ze hebben het nog nooit zo druk gehad in dat postkantoor van het kleine plaatsje hier. 10.000 mensen stonden in een rij voor het postkantoor om hem de eerste dag te laten afstempelen.
Het postkantoor heeft zoveel post moeten verwerken dat ze normaal met die post 3 jaar bezig zou zijn geweest. Maar allemaal vrijwilligers uit de omgeving hier, die hebben besloten om te helpen. En dat was dus in 1946. En dus pakweg in, 18 jaar later, toen kwam dit monument. En dat monument zien we nu vanaf de achterkant. En daar zie je de moeder van Edison en die leest Edison voor. Maar Edison hield niet zo van voor, die hield niet van verhalen. Die hield van de werkelijkheid en de toekomst. Die dacht, ik moet iets verzinnen. En daarom zie je, als je goed kijkt aan de voorkant van het standbeeld, zie je Edison staan te staren naar heel wat anders. Naar de toekomst, naar de gloeilamp, naar de elektromotor, naar de wisselstroom, naar de gelijkstroom, naar de pick-up. Kijk maar voor, loop er maar. That's the summer one. There's the winter. But you have an other jacket then. Yeah, we wear this on the winter. Yeah. And we wear that on our short sleeve summer shirts. So we switch patches. People see me walking now in Holland with this. I'm very proud of that. Okay, well, enjoy your stay. Thank you, sir. All right, thank bye-bye. You very much. Ja, hij is naar het politiebureau gegaan. Heeft hij van mij, Meidenhout Police, zo'n badge heeft hij van mij gekocht. Zie je dat? En wat staat erop? Zie je dat? Het huisje van Edison staat erop. De politie hier heeft een badge, een summer en een winter badge. Maar dit is de summer badge en er staat het huisje van Edison op. En ik vind maar dat we naar het geboortehuis van Edison moeten gaan eigenlijk. Vind je het niet schattig dit? Hier ligt dus het kanaal, wat zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Maarlen. Het huis, wat normaal gesloten is in de winter, maar voor ons wordt het geopend. Ik denk dat we, daar is een kantoortje, dat we naar dat kantoortje moeten. Oh ja, kijk maar, daar zie je het. Ja. Wij speelden daar beneden in het ravijn, hè. Daar achter het huis gaat een diepte. Ze waren niet echt arm, hè? Een stenen huis was in die tijd heel bijzonder. En je ziet, dat is een stenen huis. Hallo. Hi, sir. We are Dutch TV. Yes. You know we are coming. Yes. Well, it was built in 1841. And he's from 1846. And he was born in 47. 47. 47. 47. His father built the house. His father built the house. Mm-hmm. It's from stone, bricks, and that's yes, very rare in that time, I think. Well, the interesting thing was his father was a lumber dealer. Yeah. You would have thought that perhaps he would have used wood. Yeah. There were a couple of brickyards in Milan, and he probably traded some lumber for the bricks. Yeah. And with how many people were they living in the house? At one time. Yeah, one time. Yes, in two times, a little bit strange to ask. Yeah. There were 5 children at once in the house. There were 7 children in all, but the 3 middle ones died before Thomas Edison was a year old. How many people speak English in your country? What's the percentage? 80, I think. Really? 70, 80, yes. Yeah. Oh, that so. High. Yeah. Makes us really feel stupid in this country. I mean... No, you're not stupid. Well, actually, no, we're brilliant. Smart. Actually, we're smart. We have made everybody else learn our language, so we didn't have to learn theirs. That's it. Yeah. Very simple beginning. It is very seldom that people annoy me. Yeah. But we had a lady come in one day, and those are the kind of people you never forget. She was very well-to-do, dripping with furs and jewels, literally. And she looked in the room where he was born, and she said, oh, she said, I don't know how anybody could ever amount to anything that grew up in a hovel like this. And this the place? That is where he was born. Early in the morning, February 11th, 1847. Is it possible to stand in that room for only 5 seconds? It's impossible to stand there for 5 hours if you're lying. Mm.
Ik heb dus echt in mijn leven heel veel musea bezocht, maar nog nooit. Ik moet zo ontzettend lachen om die man en ik ben hier voor Edison. Om die straat uit te leggen waarom die nou zo heet in Nederland. Maar ik word gebiologeerd door die man. Ik word helemaal gek van die man. Maar het begon wel op te pakken waar. Hier is de kleine uitvinder dus geboren. What happened with the house? Perhaps you had to wait for the sound. What happens between the house let's say 1850 and when it became a museum? It became a museum in which year? In 1947, the year he would have been 100. So. Well, they moved in 54 to Michigan. Yeah. And it was out of the family for 40 years, and it went through all roughly perhaps 10, 12 owners. Yeah. In 1894, his sister Marion realized that they should have it 1894, back. 1894. Yeah, she bought it back then. Yeah. Well, I mean, if your baby brother's making big time, you're going to buy it back. That's 100 years ago. Yeah. And she put a front porch on the house, which has been removed, a couple of dormer windows and all the closets. Yeah. And she gave it to her daughter Belle as a wedding present. And the inventor bought it back in 1906. Out of sentiment, yeah. Yes. And he owned it until he died in 1931. But he came here only three times to... He's a busy man. Yeah, but why only three times? It was his birthplace. Well, I suppose, but think of the work that he did and the hours that he put in. He didn't have time. I don't think he did a great deal of traveling around. Yeah. But so, he owned the house from 1906 till his death. What happened with the house in those years? His uncle Simeon Edison lived here a few years, and then he died. And Edison's cousin, Marietta Wadsworth, Edison's cousin. She was his caretaker here for 30 years. And he is young Edison? Yes. Himself? Yes. Yeah. And this was the living room here. This is the parlor. The parlor, which, yeah. Well, as one elderly gentleman put it to me, when I was a child, he said I was never allowed in my family's parlor except on Christmas. And it was shut up most of the time. By the way, Henry Ford wanted this house very badly for Greenfield Village. Yeah. And he would But he bought Menlo Park then. And he would come here and he would say to Miss Wadsworth, Marietta Wadsworth, haven't you died yet? Mm. I want this house for Greenfield Village, which means he did have a little sense of humor. I don't know what you've read about Ford, but Ford was a very, very... If you compare Edison, he's a very nice man. I hate Ford. Edison would have looked like a choir boy compared to Henry Ford. Exactly. So. Ford was a tough cookie. Yeah. Nou, hier is het dus begonnen, hè? Hier speelde de kleine lastige jongen, dat was maar een lastige jongen, met zijn vriendjes aan het kanaal. Ja goed, hij heeft hier dus 6, 7 jaar gewoond. En waar het allemaal om ging, om zijn grote uitvindingen, dat is ergens anders gebeurd. En dat is de volgende plek op onze tocht naar het leven en werken van Thomas Alva Edison. Nighttime or daytime, winter or Maytime, don't wait till Mr. Gloom has found us. Why wait till there's a crowd around us? Kiss me, I want all the world to know. I want it to know. Tempel van het boek, maar niet alleen de tempel van het boek. De tempel van alle kennis in de Verenigde Staten. Dus ook voor de kennis van Edison is voor mij. En natuurlijk ook echt voor iedereen die een beetje verstand heeft van opzoeken en van boeken. Dat is de Library of Congress. En dit is de centrale leeshal. De mooiste, de allermooiste leeshal op de wereld die ik ken. Echt een kathedraal voor het boek. En ik ben hier voor het eerst nu. Voor de eerste keer ben ik hier nadat de restauratie voltooid is. En ik moet zeggen, het ziet er zo onvoorstelbaar fantastisch uit. Ik raak hier dus echt altijd een beetje geroerd door. Zou ze hier, vraag ik me af, ook wat hebben over die good old Edison? En het zal mij niks verwonderen wanneer ze hier weer toch 5000 films van hem hebben liggen of iets.
Maar eerst even kijken naar deze kathedraal, deze eredienst voor het boek. Kijk nou toch, kijk nou jongens. It's on title. Yes, the great. The great train robbery. Yeah. Keep the 16mm projection print. Yeah. There are two copies of the 16mm. Yes. It's a very popular film, so it's been copied over because sometimes this is loaned out to other archives. Yeah. So were you looking for the number 5421? Yes. Yeah. They might think you're gone. The strange thing is that Edison was not only a director and a maker of film, but he was also the inventor of film. Well, all in one. Yes, but he was rather a corporate person. He was the idea man. He actually had a man by the name of W.K.L. Dixon, William Kennedy Laurie Dixon, who was actually a Scotsman, who, as a young man, wrote a fan letter to Edison in the early 1880s. Knowing his reputation, asking if he could come and work for him. And Edison invited him to come to work. And he caught on with Edison, and he was an electrical engineer. And Edison assigned Dixon the job of actually turning his sketches and drawings into machines. Projects on this factory terrain, so everywhere, yes or no? Right, so Dixon was actually the inventor of the kinetograph, that's the camera. And the kinetoscope, that's the viewer of the film. Yeah. Let's go take a look. I think you're Mick Jagger. Yeah? Yeah. Huh? I think I'm not. Tell me you are. Yeah. Mick Jagger, he was singer of the Beatles or the Who? The Who. The Who. Yeah. No, the Stones. Oh, the Stones. Okay. You see in the early Edison films a lot of trains. Yes, well... Why is that? Always trains in his early films. I'll tell you why. It's a good reason. Yeah. Business reason. Because there was a tradition in America, going back to the 1870s and 80s, of having paid photographers who were hired by the railroads, who worked to advertise, to take good photographs, so that they could attract people to ride on the railroad, to come see the scenic sights. And the railroads were very sharp. So when movies came along, they were quick to see the possibility of using films to advertise. That's an early form of sponsoring. Absolutely. So Edison signed a deal with the New York Central Railroad, the Lehigh Valley Railroad. Yeah. And so they were invited free tickets, a railroad car, all the equipment to make movies. Yeah. So see this window here? See how it's moving slightly? Just, it's matted in. See that chair? Ah, yeah. This was filmed. This is filmed on a set. Film in a film. Yes. Yeah. They had to mat on the camera lens this area out so it wouldn't expose the film. Yeah. So they filmed this scene here. Then they set the camera up in a proper relation. They had to go measure carefully. Yeah. And then they matted out this area of the image and exposed this little corner. But how to combine the two films then? They had to expose the same piece of film twice, run it through the camera.
because they had to do all their special effects in the camera, not in a laboratory. So it's very complicated. Yeah, you can see it here now. Yeah, the mat is moving. So it's an extra movie there. Yes, they had to expose that piece of film. And here's a train. Yeah. Yeah. We're in the process of moving our collections to another building, so everything's in a state of flux right now. Try and find one this way. These are all blue emerald cylinders along this wall here and on the other side. But what was the end of the cylinder period? Edison recorded until 1929. Let's go to the area where we have cylinders that haven't been put in boxes because it might be easier to see titles that way. Afdeling cylinders. Well, direct op mijn zaal. Oh. So here's a batch of cylinders that are still in their original containers, and put it here so we can film. So the Edison. A couple of different types of Edison containers. Yeah. Actually, three types. This is an Edison 2-minute wax cylinder, which was made from 1902 to 1912, 2 minutes in duration, and it's a hard wax material. And then this container is for a 4-minute Edison wax amber roll cylinder, which has 4-minute grooving, twice as many grooves per inch as this type. And unfortunately, the wax material that was used for this was dry. It dried out. It was brittle and had a tendency to crack and wear out after a few playings. It didn't stand up to repeated use. So finally, in 1912, after issuing these from 1908 to 1912, Edison finally was able to go to the material he had wanted for many years, which is this unbreakable material. I guess at this point I'll play Sousa's Band. I don't see the needle so coming down. I'm going to lower the groove. This lever lowers the groove. Your personal favorite Edison disc. Show us to us. Play it for us. Edison didn't like jazz or hot music, so most of his dance music is very. This one is unusually hot for Edison. It's called Fire, an Alarming Novelty by Earl Oliver's Jazz Babies. Realiseer jij je ook wat jij daar staat te doen, dat film, dat we het ook aan hem te danken hebben? Niet te stil te staan eigenlijk. Ook? Want kijk, de video is afgeleid van de film, het idee. Ook aan deze jongen te danken. En het erge is, ik sta naar de geluidsman te kijken, hè, onze Koen. Kijk, daar komt hij. Dat hij, ik hoop niet dat met Koen, hij is dus doof geëindigd. Hè. Hier, dit deed het niet meer. Jij toch nog niet, hè, Koen? Wat? Jij bent toch nog niet doof? Wat? Nou, dat bedoel ik dus. Ook dit ding. Dit ding hebben we ook te danken aan Edison. Echt een jongen. Stel dat we rijk worden, worden we rijk dankzij hem. Dat is toch een leuk idee.
Ik moet even het uitleggen. Het wonderlijke van die Edison was, ondanks dat hij een lage vooropleiding had, dat hij heel goede ideeën had over reference, over naslagwerk, over literatuur. Hij begreep al heel snel dat als je wil uitvinden, als je de techniek vooruit wil helpen, dan moet je ook je voorgangers lezen. Dan moet je bijblijven in de wetenschappelijke literatuur. Wat natuurlijk voor wonderlijk is van een jongen die nog ineens één klas MAVO had. En daarom besloot hij hier in het fabriekscomplex een prachtige bibliotheek in te richten. En die is toch mooi. Hier word ik echt helemaal week van. Hier zat hij dus te lezen en te studeren. Hij had ongelooflijke abonnementen op moderne tijdschriften die verschenen. Hij schreef ook zelf korte stukjes. Het was geen goed schrijven. Je ziet ook in zijn brieven en documenten dat hij heel slecht speelde, Edison. En hier zat hij dan een beetje te leren. Het gebeurde wel eens dat hij hier 96 uur achter elkaar zonder te slapen doorbracht. En zijn vrouw, zijn tweede vrouw, bij wie hij zijn kinderen heeft gehad, die vond het maar niks. Maar, zei Edison, ik kan toch overal slapen. Er zijn foto's echt dat hij gewoon op een kist of op de grond ligt. Maar zijn vrouw die heeft gezegd, je mag voor mij 96 uur doorwerken, maar dan zet ik een bed voor je in de bibliotheek, dat je af en toe lekker een beetje op één oor kan liggen. En dat bed, dat staat hier dus. Hier is een bed waar Edison af en toe na 96 uur te hebben zitten lezen, veilen en solderen, even ging liggen. En dat vind ik zo ontroerend, slapen in je bibliotheek. Die zie je hier, laat ik zeggen, de eenvoud van Edison. En daarnaast, ik maak nu een bruggetje, wat in de tv-wereld heel mooi is. Hier zie je de andere kant van Edison, hoe ongelooflijk beroemd hij was. Hij had contacten met zo goed als alle Amerikaanse presidenten, maar ook met schrijvers, bijvoorbeeld met Mark Twain, ging die ook op. Hier zie je alle grote presidenten uit zijn tijd in foto's hangen, gesigneerd. Are there original documents to show me? Is that possible? Indeed we do. We have over 5 million pages of documents, and let me get you some now. Yeah, I'm waiting for you. And if you want document over, so you say, it's too much for me, I give you one original document, it's also okay. Okay, let's open a few here. Let me just look through these real quickly. That's the famous Levitard books. This one might be of interest. This is one of the... We have over 3,000 of the original laboratory notebooks that Edison worked with. Yeah. This is one of them. This dates from the 1880s. And let me turn here. It's by pencil, so it's... this light book. Experiment number one. Yes, that was in that series and shouldn't be taken as the first light bulb. This particular series. Let me just turn the page here. It's February 1880. Right. Ik kijk echt mijn ogen uit. En open deuren. Amerikaanse cultuur is een hele jonge cultuur, dus ze verzamelen dingen die wij nog lang niet verzamelen, maar ze denken dat hebben we tenminste. En het feit dat zij veel meer doen aan industriële archeologie, zoals dat heet, dat komt omdat een jonge cultuur is, de Amerikaanse cultuur. Wij hadden dit te lang afgebroken. Dit is er nog steeds omdat de Edison Company, dat in de jaren 40 nog echt is, bezit is geweest van de familie Edison. En daarna is het bijna direct een museum geworden. Het heeft ongeveer zo'n 8 of 10 jaar hier leeg gestaan, maar echt verzegeld. Wat je hier dus ziet, is echt een laboratorium uit de tijd van Edison. Hij heeft hier echt rondgelopen en je ziet de originele spulletjes. En hier werkt er dan het chemische project. En wat hier is uitgevonden, stel ik me zo voor, is bijvoorbeeld de batterij. Hè? Want de batterij is uiteindelijk een chemische reactie. En wat ik nog wonderlijker vind als ik hier rondloop, het feit dat het er is, vind ik wonderlijk. Maar wat ik nog wonderlijk vind, dat het daar dus allemaal mee begonnen is. Hè? Thanks, you're very kind of you. That's his wife. His wife. His second wife. Yes, second wife. Where's the first wife? Over Newark somewhere. What? A cemetery in Newark. Ah, Newark. Lekker, je bieden? Yeah.
I will help you. Very. Yes, it's very cold. Yeah. In 1886, toen was Edison wel echt heel erg beroemd. Hij had het licht uitgevonden en hij besloot een aantal veranderingen in zijn leven aan te brengen. En dat waren er een paar. Hij was op zoek naar bamboe wat in Amerika groeide. Want hij gebruikte bamboe om als gloeidraad. Dat is nu natuurlijk verdwenen, maar toen was dat erg belangrijk. Hij importeerde bamboe uit Japan, maar hij kwam hier tijdens een reisje bamboe in Florida tegen en dacht, goh, dat is een interessante plek, dan kan ik bamboe gebruiken uit mijn eigen land. Overigens is er nog steeds een Edison museum in Japan, Osaka, waar Edison als bamboegebruiker wordt vereerd. Een andere reden dat hij hier wilde zijn en zelfs een zomerpaleisje ging bouwen, was omdat hij voor de tweede keer getrouwd was. Zijn eerste vrouw was overleden en met zijn tweede vrouw wilde hij een mooi plekje op aarde hebben. En dat werd dus hier. Het was toen een moeras. Dat liet hij een beetje droog leggen. En hij bouwde hier een huis. Hij heeft hier ook gewerkt. Hij werkte altijd. Hij had hier een rubberlaboratorium. Hij is erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de rubberindustrie. Hij had hier ook een elektrisch laboratoriumpje en een chemisch laboratoriumpje. En vlak bij hem had hij daar, daarachter ergens, had hij zijn vriend Ford. En Ford, dat was uiteraard de man van de auto's, Henry Ford. En Henry Ford heeft tijdens het leven, moet je nagaan, tijdens het leven van Edison hier al een paar gebouwtjes opgekocht om neer te zetten in een soort pretpark. Waar je kon zien hoe beroemd en hoe goed een Amerikaanse uitvinder was tijdens het leven van Edison. Edison is hier niet overleden in het huis. Edison is hier ziek geworden en is toen naar West Orange gegaan en daar is hij uiteindelijk overleden. Je kan zeggen dat in Edison's leven is hij zo'n 3 maanden echt goed ziek geweest, de laatste 3 maanden van zijn leven. Maar tot in diepe ouderdom heeft hij zitten uitvinden. Bijvoorbeeld hier in dit huis. Het meest interessante in dit huis is voor mij de boekenkast. En de boekenkast staat daar. En er zijn daar boeken in te vinden waarin hij in de kantlijn aantekeningen heeft gemaakt. We kennen bijvoorbeeld een beroemd voorbeeld daarvan is een boek van Einstein, de relativiteitstheorie, waar Edison een schattige opmerking maakt in de kantlijn van tot hiertoe heb ik het begrepen. Hij heeft het waarschijnlijk ook daarna niet meer verder gelezen. Nou, moet je nagaan, hè. Ik heb heel lang gedacht, die Edison, dat is de gloeilamp. Het is veel meer dan de gloeilamp. We zijn half Amerika door geweest. Ja, en het is ongelooflijk spannend wat er allemaal niet achter een straatnaam verscholen zit.